Inmiddels zijn we anderhalve maand verder en er is nog geen deal gepresenteerd. De Fortuna-fans worden ongeduldig. De club heeft namelijk wel vaker aangekondigd gered te zijn, maar dat bleek steeds niet waar. Maar volgens Fortuna-directeur Martin Masset hoeven de fans zich absoluut geen zorgen te maken. Ik heb toen aangegeven dat ik eind april verwachtte met nieuws te kunnen komen. Nou, dat proces heeft iets langer geduurd. We zitten daar nog steeds volop in. Ik ben wel nog steeds positief, dus laten we dat vooropstellen. Niet dat mensen gaan twijfelen eraan. Maar het is gewoon een iets complexere zaak als die wij van tevoren hadden ingeschat. Dus mijn verwachtingen zijn nog steeds heel positief. Ook de informatie die ik van de stuurgroep krijg. Ja, ik heb dagelijks contact. Dat zit gewoon goed. De aankondiging van de investeerder die 2,6 miljoen euro in de club zou pompen, gebeurde eind maart onder grote belangstelling van de fans. Nou, wij hebben gevraagd ook juist om te zorgen dat je niet met luchtfietsers te maken hebt of met onbetrouwbare partijen. Dat we gezegd hebben, nou, we moeten zorgen dat we volgende week natuurlijk een aanbetaling krijgen. Maar die week bleef het stil. En de maand erna ook. En dus ontstond er twijfel. Toch is er bij de spelers en staf hoop. Het zou prachtig zijn als er iemand komt die daar inderdaad aardig wat geld op tafel legt, dat wij ons kunnen verbeteren. Want ik vind dat wel de club dat verdient. Ja, het zou zeker mooi zijn. Zo mooi zijn voor ons, voor de club natuurlijk, voor Fortuna. En ook voor de supporters natuurlijk, want die hebben natuurlijk ook een moeilijk jaar achter de rug. Wie de investeerder is, dat wil de Fortuna-directeur niet zeggen. We zijn met meerdere, zowel Nederlandse als buitenlandse investeerders, het gesprek aangegaan. En we zijn in de afrondende fase met één van die partijen. Meer wil ik daar niet over vertellen. Nog even geduld voor de fans, want op zeer korte termijn dan wil Masset naar buiten komen met nieuws.